Kent jij de legende van Zwart Sjefke? De legende van Zwart Sjefke is geen legende. Het is een tragisch verhaal. Zwart Sjefke, dat was een neger uit de Congo die in Brussel rondwandelde in de jaren 50 die nougatbollen verkocht. En natuurlijk, hij was de enige neger in gans Brussel. Hij zag anders geen negers. En hij verkocht nougatbollen. Nougat zijn 2 frank, 1 bol. Nougat, 2 bollen, 1 frank. Nougat. 2 frank, 1 bol. 2 bollen, 1 frank. Ja, ja. Hij kon eigenlijk niet goed rekenen, hè. En op een trist een dag hebben ze Zwart Sjefke teruggevonden in het kanaal Brussel-Willebroek. Hebben ze hem daarin gesmeten. Nadat hij dood was, is hij gestorven omdat hij verdronken was. In die tijd deden ze nog zo geen doorgedreven autopsies. En dus Zwart Sjefke is het eerste slachtoffer van racisme in Brussel. Nu zijn er meerdere slachtoffers, maar dat is een andere zaak. Was dit politiegeweld? Nee, ja. De Brusselse politieagenten die waren in een tijd daar veel te lui voor. Dat had niks met politiegeweld te maken, maar dat had te maken dat hij tegen de kar van sommige andere nougatbollenverkopers gereden had. Ah, het grote nougatcomplot van de jaren 50. Het zou kunnen zijn dat er andere snoepmarchanten kwaad waren dat Zwart Sjefke onder hun rapen in casu hun nougatbollen gescheten had. Dank u wel voor de les. De volgende keer leren we u fietsen. Dames, mannenfiets, het verschil is de buis tussen de benen.